Beste kijkers, het is maandagavond rond de klok van 9:15. En gezien het tijdstip lijkt het mij aardig om dit keer even de AEX Future en de DAX Future en ook zometeen de S&P te laten zien wat er allemaal gebeurt op de dagkaart. Laten we beginnen met de AEX Future. As we speak, 639,55. Het is ietsje lager, krap een puntje lager dan de slotkoers van de AEX zelf. En we zien op de realtime dagkaart dat er een zebra-grafiek in ontwikkeling is. En met een zebra-grafiek bedoel ik dan de afwisseling tussen witte en zwarte candles. Met vandaag de witte candle, zowaar met swingteller op plus 1. Een licht opverende RSI en de DBS in een correctiestand. Maar nog niet met de stip, dus echt officieel nog aan de longkant of aan de longkant instappen. Dat zou volgens de indicatoren nog niet mogen. En dat kan ik me ook wel voorstellen gezien het twijfelachtige karakter, de brede of grillige bodemvorming, zo zou je het ook kunnen noemen, maar wel een poging om in ieder geval rond de 6,30 tot 6,27 te bodemen als opmaat voor een beweging naar 6,73. Nog anders gedefinieerd, het lijkt er naar uit te zien dat het proces van lagere toppen, lagere bodems aan kracht inboet. Want we zien niet echt een overtuigend lagere bodem en dat impliceert dan toch een verzwakking van de downtrend. Daar is verder ook alles mee gezegd. Nog niet echt super zwaar bullish sentiment. Hooguit een voorzichtige opleving, zoals gezegd, richting de rode streep. Het is en blijft oppassen voor de beer, maar tegelijkertijd ook wel dappere pogingen van de boel om verloren terrein terug te winnen. Bij koersvorming boven ongeveer 6,45, de high van gisteren, of van vrijdag moet ik zeggen, dan krijgen we iets meer opwaarts potentieel naar die 6,73. En dan kun je dus overwegen om misschien toch wat rebound turbootjes in te slaan. Hoe zit dat met de DAX Future? 1,7% erbij. Deze moet ik erbij pakken, 1,4% erbij, excuus. Eigenlijk hetzelfde verhaal, maar daar is de swingteller al een paar tandjes verder, namelijk naar plus 3. En zie wat er vandaag gebeurd is. De weerstand op 12,721 is aangereikt en vooralsnog blijft die rode streep liggen. Er is hier wel boven de 50-lijn, dus wel ietsje meer opwaarts momentum. Maar ook hier geldt een opleving in de downtrend. Nadat er ook eerder hier een hogere bodem is geplaatst op ruim 12.000, betekent een verzwakking van de downtrend. Maar pas bij koersvorming boven afgrond 13.000, dan kan het tij echt keren en dan kunnen we voorzichtiger gaan spreken over een uptrend. Tot het moment rebound pogingen en dappere pogingen uit het stierenkamp om dus noordwaarts op te stomen. Blijf de rode en groene kantelpunten goed in de gaten houden, want die zijn leidend voor de korte termijn koersbewegingen. En dan stappen we nog even naar Amerika. De S&P 500, ik haal hem er voor u bij, as we speak, 2,8%, 2,9% in de plus. En daar zien we eigenlijk hetzelfde verhaal. Vorige week al een bullish en cooling patroon, dat werd nog even opgevolgd door een vervelende berentik. Maar vandaag met de start van de nieuwe week, zeker ook gevoed door de positieve divergentie op de RSI, lijkt het er naar uit te zien dat de bulls op zijn minst gaan proberen een countertrendbeweging in gang te zetten richting de 3800 zone. Hier nog duidelijker dan bij de Europese indices een serie lagere toppen, lagere bodems. Dus hier praten we slechts en alleen over een kortstondige opleving binnen de downtrend. Maar goed, die kan interessant genoeg zijn voor de offensieve koopjesjagers om toch met turbo long posities wat te gaan doen. Ik wens u een plezierige avond.